Er wordt geschokt gereageerd op een ernstig ongeval langs het Apeldoorns kanaal bij Laagsoeren. De roep om een aanpassing van de provinciale weg wordt steeds groter. Wetenschappers helpen duikers zoeken naar de reden voor het troebele water in de Berendonk. Het zicht is ontzettend slecht. Nou, ik schat 10 centimeter tot hooguit een halve meter. En kinderen slaan er in Nijmegen lustig op los voor het goede doel. Goedenavond. Er wordt geschokt gereageerd in de omgeving van Laagsoeren op het ernstige ongeluk dat daar gisteren plaatsvond. Daarbij raakten 8 mensen gewond, onder wie 4 minderjarigen. Hier ging het mis, de provinciale weg langs het Apeldoorns kanaal. 3 auto's, waarvan 1 met een paardentrailer botste op elkaar. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. 6 ambulances, 2 traumahelikopters en meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. En alle 8 slachtoffers, onder wie dus 4 minderjarigen, zijn met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ja, de weg heeft als bijnaam de Dodenweg. Een bewonerscomité strijdt al jaren voor aanpassingen, omdat het hier dus vaker misgaat. Te vaak, veel te vaak. Zowel dodelijke ongelukken als heel ernstige ongelukken. De weg is niet ingericht simpelweg op 80 km per uur. De weg is smal, de rijbanen zijn te smal. Vrachtwagens weten we, die passeren elkaar regelmatig en zijn dan een spiegel kwijt bijvoorbeeld. Nou, dan, dat zegt ook genoeg. Daarbij is die ook nog heel onduidelijk, want er zijn stukken 80. En dan moeten ze weer 60. En dan mogen ze weer 80. En ze mogen niet inhalen. Dat is een verbod, een inhaalverbod. Maar daar houdt helaas ook niet iedereen zich aan. Nu zie je er niet meer zoveel van, maar gisteren was het hier dus één grote ravage. En de roep om de weg aan te passen wordt steeds groter, maar een oplossing daarvoor vinden is niet gemakkelijk. De weg ligt namelijk in 3 gemeenten en de provincie is de wegbeheerder. De instanties laten vandaag weten dat ze naar een oplossing willen zoeken, maar dat schiet nog niet echt op. Voor de bewoners is de grens inmiddels bereikt. Hoeveel zware ongelukken moeten er dan nog gebeuren? Hoeveel doodrijdingen moeten we nog hebben voordat er gesnapt wordt dat er veel meer haast bij is? Leden van duikteam De Kaaiman hebben hun thuisbasis bij recreatieplas De Berendonk bij Wijchen. Als je duikt, dan wil je wel ook wat zien. Maar het water daar wordt steeds troebeler. Vandaag gingen ze samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit op zoek naar de reden daarvoor. Bij De Berendonk draait het allemaal om recreatie. En daarbij hoort ook duiken. Maar het zicht is beperkt. De duikers die vandaag afdalen doen op verschillende manieren onderzoek. En ze kijken natuurlijk goed rond. En wat zien ze dan? Geen mosseltjes, geen plantengroei, geen vis. Het zicht is ontzettend slecht. Nou, ik schat 10 centimeter tot hooguit een halve meter. En ja, dat is echt ongewoon voor een onderwaterplas, zeg maar hier in de buurt. Het water dat steeds troebeler wordt, is een mysterie. Het duikteam heeft hulp gezocht bij de Wageningen Universiteit om helderheid te scheppen. Het is een ingewikkelde puzzel met heel veel verschillende stukjes. Maar uiteindelijk gaan we die aan elkaar leggen. En daarna gaan we maatregelen bedenken om die plas helder te krijgen en ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk ook weer helder blijft. Het zal nog wel even duren voor er een oplossing gevonden wordt. Maar ondertussen kan er nog steeds gedoken worden. Na een heus onderwaterverblijf bijvoorbeeld. Tenminste, als je hier wil blijven duiken. Gaat u nog een keer duiken? Nee, hier niet. U heeft alles gezien nu? Ja, hier kom ik voorlopig niet meer. Nee. In Nijmegen werd er vandaag lustig op losgeslagen en geschopt. Op een heus kickboxgala mochten meer dan 100 kinderen ervaren hoe het is om in de ring te staan. En dat allemaal om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit is Jantje. Hij is 5 jaar en nu al de publiekslieveling op het kickboxgala. Jantje is niet het enige kind dat vandaag in actie komt. Meer dan 100 jeugdige kickboxers slaan en schoppen van zich af. Het is allemaal voor een goed doel. Mijn dochter die zit op de Sint Maartenschool. Dat is een hele warme school. Dat is een school voor kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Ja, als je ziet hoe warm die school is en hoe de leraren en de mensen die daar werken met die kinderen omgaan, ja, daar wil je iets voor terug doen. Met eerdere acties is er al geld opgehaald voor een nieuwe bus.
En nou gaat het om de verzekering van de bus, de uitjes wat de kinderen kunnen gaan doen, de speeltoestellen op school. Ja, het gaat een heel mooi bedrag worden, dus ze kunnen er veel plezier van hebben. De kinderen vinden het prachtig. Gewoon mensen pijn doen. Gewoon, je kan je energie kwijtraken. Hoeken. Meppen. Het streven is om minstens 20.000 euro op te halen. Het is wel fantastisch om dit zo te zien. Vooral die kinderen hierachter, hoe die bezig zijn. En uiteindelijk wint vandaag iedereen. Straks begint de oranje koorts te stijgen in de provincie. Want inmiddels zijn enkele straten al flink versierd. Ik wil gewoon echt alles oranje hebben. Een opmerkelijk ongeval tussen Meadow en Winterswijk. Een bestuurder botste gisteravond met zijn auto op een ree, waarna zijn voertuig in brand vloog. De bestuurder reed tijdens zonsondergang op de Groenloze Weg toen de ree ineens de weg overstak. Door de klap belandde het dier in de berm. De auto had forse schade. En kort daarna vloog de auto dus in brand. De bestuurder is niet gewond geraakt, maar de ree heeft de botsing niet overleefd. Een automobiliste is in Tiel tegen een huis aan de Gutterstraat gereden. De vrouw reed achteruit vanaf een oprit, waarna het om nog onduidelijke reden ineens misging en ze vooruit tegen de woning botste. Er raakte niemand gewond, maar zowel de auto als het huis hebben schade. Trekt u graag de wandelschoenen aan? Dan doet u dat waarschijnlijk met een ander doel dan mensen vroeger. De wandelaar is namelijk veranderd, dat blijkt uit onderzoek. De wandelaar houdt niet meer van prestatietochten. Bij een vierdaagse schrijven lopers zich steeds vaker in voor één dag of voor een kortere afstand. Geen 30 of 40, maar 12 kilometer lopen. En dan ook nog eens maar op één dag. Dat kan onder meer op de Apeldoornse Vierdaagse in juli. Maar kun je het dan nog wel een vierdaagse noemen? Die vraag is ons wel vaker gesteld. En wij gebruiken ook wel de 4 Apeldoornse wandeldagen. Maar officieel zijn we nog steeds een vierdaagse. De wandelaar verandert. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wandelnet. Vroeger schreven vooral fanatieke wandelverenigingen zich in. Die waren nog echt helemaal prestatiegericht in groepen, grote groepen, lopen. Dat neemt af. We hebben geloof ik op dit moment maar 1 wandelvereniging die zich echt als vereniging nog inschrijft. Verder zie je vooral individuele deelnemers, families, vriendinnen, vriendengroepen. Voor de nieuwe loper staat recreatie en natuurbeleving op 1. Het is niet zo dat je 30 kilometer loopt en echt zorgt dat je binnen 5 uur terug bent. Maar het gaat erom van wat kom ik onderweg tegen. Die natuurbeleving is ook voor Eddy van der Poel dé reden om mee te doen aan de Apeldoornse Vierdaagse. Als je zo'n georganiseerde wandeltocht loopt, kom je langs de mooiste plekjes. Je hoort hier ook de vogels volop fluiten en zo. Nou, dat is toch heerlijk. Medailles zijn ook minder in trek. Die hoeft de nieuwe wandelaar niet te hebben. Die hoeven niet voor de prestatie te lopen. Die lopen echt voor hunzelf en die hechten geen niet echt waarde aan een medaille. Laat me maar gewoon lekker die vierdaagse lopen. Het zou kunnen zijn dat ik ooit nog eens een keer een beetje terug ga in de afstand. Maar die 4 dagen, dat blijft 4 dagen. Dat blijft trekken. Gelderland kleurt langzaamaan steeds meer oranje nu de start van het EK dichterbij komt. Kleine vlaggen, grote vlaggen, zelfgemaakte vlaggen, maar vooral veel vlaggen. De aanjagers die krijgen soms wel hele straten mee. We zijn bij iedereen langs de deur gegaan om te vragen of ze het oké vonden dat we vlaggetjes ophingen. En nou, iedereen was super enthousiast. En buren kwamen aan met allemaal vlaggetjes van hey, er moet nog meer bij. En ja, er zit echt wel een paar dagen aan werk in. En die oranje koorts stijgt ook op andere plekken in de provincie. Ja, zoals ze zeggen, je hebt gewoon het oranje bloed. En als je dat niet hebt, dan, dan kun je het beter niet doen. Ja, het is mij eigenlijk met paflessen ingegoten, zeg maar, door mijn vader. Dus je ziet achter mij het resultaat. Maar zelf ben ik nog niet tevreden. Sommige stukken vind ik nog kaal. Ik wil gewoon echt alles oranje hebben. Het liefst de hele straat. En daar helpt hij graag een handje bij. De oudere mensen die meedoen, die durven natuurlijk niet de ladder op. Dus ja, ben ik de persoon die het oppakt. En na 10 jaar kan dat ook weer. Nederland heeft zich gekwalificeerd, er is geen corona meer en het wordt gewoon in de zomer gehouden. We hebben een vergunning aangevraagd, die hebben we toegekend gekregen. En we maken er gewoon een straatfeest van met springkussen, grote beamer. Dat we de eerste wedstrijd goed kunnen aftrappen met een lekker drankje en hapjes erbij. Het mag eindelijk weer. Alles is weer, alles is natuurlijk weer open. Maar dit is de eerste keer met het EK dat we weer volle bak kunnen knallen. Dus die kans die pakken we met 2 handen aan. We merken binnen Herna ook dat er heel enthousiast wordt gereageerd. En dan de vraag, hoe gaat Nederland het doen? Nou, we hopen dat ze de finale halen. Dat we nog een keer een feestje eruit kunnen halen. Kampioen, 100%. Jazeker.
Absoluut. Krijgt u nog het weerbericht. Het was vandaag een zonnige dag met af en toe wat wolken. En ook vanavond blijft het droog met een mix van wolken en zon. Vannacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. En de temperatuur daalt bij een zwakke zuidwestenwind naar 9 of 10 graden. Tegen de ochtend valt in het westen van de provincie de eerste regen. Morgen is het onstuimig met veel bewolking, flink wat regen en lokaal onweer. De maxima liggen rond 13 of 14 graden. Tijdens de regen is het nog wat koeler. De wind draait in de middag naar het noordwesten en wordt steeds krachtiger. De dagen daarna blijft het vrij koel, met dagelijks kans op buien. Pas richting het weekend, dan wordt het weer wat warmer. En tot zover het Gelders nieuws. Op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app vindt u meer verhalen en updates. Wens ik u nog een prettige avond. Fijne avond.